De bossen in de Amazone worden vaak de longen van de aarde genoemd, zowel op social media als door nieuwsorganisaties. Maar dat klopt niet. Hoe dit zit, leg ik hier uit in de werkplaats. De Amazone wordt aan alle kanten bedreigd. Misschien herinner je je nog de zomer van 2019. Toen kampte het Amazonegebied in Brazilië met een record aantal bosbranden. 80% meer dan in de voorgaande zomer. Op social media leidden de bosbranden in de Amazone tot veel ophef. Beroemdheden, politici, wetenschappers en natuurorganisaties deelden hun zorgen over de ongekend grote schaal van de verwoestingen in het Amazonegebied, het grootste regenwoud ter wereld. De bossen in de Amazone werden ook vaak de longen van de aarde genoemd. Niet alleen op social media, maar ook door nieuwsorganisaties zoals NOS en CNN. De Amazone heeft niet voor niets de bijnaam, de longen van de aarde. The Amazon Basin is of course known as the lungs of the world. Dat de bosbranden in het Amazonegebied ernstig zijn, daar zijn wetenschappers en natuurbeschermers het uiteraard over eens. Maar het beeld dat het Amazone-regenwoud dient als de longen van onze aarde, dat is echt een misverstand. Want het Amazonegebied is helemaal niet verantwoordelijk voor de zuurstof die wij inademen. Maar hoe zit het dan wel? Deze vergelijking komt voort uit het gegeven dat wij mensen zuurstof inademen en koolstofdioxide, oftewel CO2, uitademen. Bij bomen en planten werkt dit precies andersom, via het proces van fotosynthese. Met behulp van energie uit licht halen bomen CO2 uit de lucht en stoten zij vervolgens zuurstof weer uit. Logisch dat mensen denken dat de Amazone de longen van de aarde zijn, want zij maken toch de zuurstof die wij vervolgens inademen? Toch klopt deze uitspraak niet, want het Amazonegebied heeft nauwelijks invloed op de hoeveelheid zuurstof in de lucht. De zuurstofproductie van bomen voegt namelijk vrijwel niks extra's toe aan de grote hoeveelheid zuurstof die er al in de lucht zit. Hoe dat zit, leg ik zo meteen uit. Vooral bomen in de groei nemen CO2 op en produceren zuurstof. Maar het Amazonegebied is volgroeid en daarom vrijwel CO2 en zuurstofneutraal. En de groei van de Amazone neemt ook nog af door klimaatverandering, droogtes en ontbossing. Sterker nog, zelfs als we alle bomen in het Amazonewoud zouden omhakken, dan nog blijft het zuurstofgehalte op aarde vrijwel gelijk en zullen we niet spontaan stikken door zuurstofgebrek. En dit is goed te zien aan de metingen die wij als onderzoekers doen in de lucht, naar de hoeveelheid CO2 en zuurstof in onze atmosfeer. Laten we beginnen met CO2. De afgelopen decennia is het CO2-gehalte in de atmosfeer hard toegenomen door ons verbruik van fossiele brandstoffen. En deze lijn zou nog twee keer zo hard stijgen als de bossen en oceanen geen CO2 zouden opnemen. In tegenstelling tot de hoeveelheid CO2 is het zuurstofgehalte in de lucht in dezezelfde periode juist een rechte lijn gebleven. En dit komt door de grote hoeveelheid zuurstof in onze atmosfeer. Alleen als we heel ver achter de komma inzoomen, met hele nauwkeurige zuurstofmetingen, dan is te zien dat de zuurstofwaardes in de lucht een heel klein beetje afnemen. Maar we blijven op bijna 21% zuurstof in de lucht. Zelfs als we alle fossiele brandstoffen opmaken en alle bossen weghalen, heeft dat vrijwel geen effect op het zuurstofgehalte in de lucht hier op aarde. Maar het gebruik van deze brandstoffen is natuurlijk ontzettend slecht voor het milieu. En daar kom ik zo nog even op terug. Als het Amazonegebied niet verantwoordelijk is voor de zuurstof die wij inademen, wat dan wel? Dat waren de algen, cyanobacteriën in de oceanen om precies te zijn. Zij produceerden lang geleden het grootste deel van de zuurstof op aarde. Miljarden jaar geleden bevatte de atmosfeer nog vrijwel geen zuurstof. De cyanobacteriën hebben zuurstof geproduceerd door middel van fotosynthese. Precies zoals planten dat nu ook doen. Dat onze atmosfeer nu voor 21% uit zuurstof bestaat, is dus daaraan te danken. En dankzij deze grotere zuurstofreserve kunnen wij hier op aarde prima ademen. Maar dit is natuurlijk geen reden om nu in het wilde weg het Amazonewoud te gaan kappen. Bomen nemen wereldwijd een kwart op van alle CO2 die wij uitstoten. En bij bosbranden keert die opgenomen CO2 weer terug in de atmosfeer. En zonder bossen stijgt het CO2 in de lucht dus nog sneller en dit leidt tot nog grotere veranderingen in het klimaat. En verder leidt het kappen van bomen ook tot grote veranderingen in de watercyclus en tot verwoestijning en bodemerosie. Tot slot is de Amazone het rijkste gebied aan biodiversiteit. Het heeft de meeste bomen, planten en diersoorten op aarde. Ontbossing en bosbranden in dit gebied zijn dus een enorme bedreiging voor de biodiversiteit. De Amazonewouden zijn dus niet de longen van de aarde. Zonder het Amazonegebied en andere bossen hebben we niet opeens een zuurstoftekort. Het probleem van de ontbossing en bosbranden is juist dat er dan meer CO2 is. En daar moeten we ons zeker zorgen over maken. Niet het zuurstofgehalte, maar het CO2-gehalte op aarde is een veel groter en dringender gevaar voor het voortbestaan van onze planeet en onszelf.
Maar als mensen de term longen van de aarde willen gebruiken om de Amazone te redden, dan zal ik ze zeker niet tegenhouden. Vrouwen hebben minder zin in seks dan mannen, toch? Wel, dat is een misverstand. Ik ben Marieke, seksuoloog, en in de volgende aflevering leg ik uit hoe dit zit.